Dit is de tweede sessie van de derde week. Ze duurt iets langer dan gisteren. Maar zoals altijd beginnen we met tijd te nemen voor een comfortabele houding. Met gesloten ogen en een rechte rug. Zodra je een goede houding hebt gevonden, zit je zo stil mogelijk. Zit in dit lichaam en met deze ademhaling. Laat wat je zo net bezig hield voor wat het is. Laat wat je straks moet doen voor straks. Je zit. Nu. En kom daar eventjes mee toe. Zo meteen zullen we ons licht weer laten schijnen op wat er emotioneel in ons speelt. Maar om dat te kunnen doen, openen we eerst onze volle aandacht voor de grote, neutrale ruimte van ons lichaam, die alles wat er met ons gebeurt rustig ontvangt. De ruimte van ons lichaam. Is de ruimte van onze aandacht. Zo kunnen we rustiger, vriendelijk, beter en eerlijker kijken naar wat er in ons omgaat. Om die ruimte wakker te maken, verkennen we ze. En zoals gebruikelijk, door ze eerst van top tot teen en van teen tot top te voelen. Je voelt je hoofd, je gezicht, je ogen, je wimpers de achterkant van je oogbollen je neus de binnenkant van je neus je lippen je tong tot diep van achter in je keel tot waar kun je je tong voelen Je hals, je schouders. En zo rustig, stilaans kan je heel je lichaam af. Tot beneden. Je verengt nu je focus tot een aandacht voor je ademhaling. Hoe de inademing verloopt in je lichaam. Hoe de uitademing verloopt in je lichaam. Als de eb en vloed over het strand, zonder in te grijpen. Gewoon rustig ademhalen. Misschien ben je daarbij afgeleid geraakt door emoties, door lastige of onaangename emoties, door hele kleine, subtiele of grove. En als je wil, kun je er nu voor kiezen om die even wat langer te bekijken. Als iets dat hier en nu. Door je heen trekt. Je bent dus niet boos of verdrietig. Het is eerder zo dat je ergens in je lichaam een van die emoties voelt. Je bent niet gefrustreerd dat dat mediteren maar niet lukt. Er is gewoon daar ergens frustratie. En dan laat je de aandacht voor die emotie los en keer je weer terug naar een eenvoudige aandacht voor je ademhaling. Opnieuw gewoon ademhalen. Telkens opnieuw. Terug. Naar je ademhaling. En je opent nu je aandacht opnieuw. Of misschien gaat dat zelfs vanzelf. Is er nu iets emotioneels te merken? Of nog altijd? En waar dan? Het kan natuurlijk ook om een fijne emotie gaan. Misschien voel je trots opkomen over hoe het goed gaat. Of blijdschap over iets wat iemand je net verteld heeft. Maar probeer ook hier of je dat kunt voelen als een soort van windvlaag in het landschap van je lichaam. Je voelt het, maar je bent je emotie niet. Je bent veel ruimer dan dat. Het kan heel fijn zijn om dat te kunnen voelen. En opnieuw laat je de aandacht voor de emotie los en je keert weer terug naar een eenvoudige, rustige aandacht voor je ademhaling. Je opent je aandacht opnieuw. Welke emotie voel je nu? Dezelfde? Een andere? En waar? Een emotie kan zich soms heel goed verstoppen in onze ruimte. Vaak weten we zelfs niet eens dat ze er zijn. Maar als we goed door de ruimte van ons lichaam trekken en ons openstellen voor wat zich aandient, krijgen we ze toch iets makkelijker te zien. En keer weer terug naar je ademhaling. In en uit. Ep en vloed. Open je ogen en beweeg wat bewogen moet worden. Onderzoek in de loop van de dag wat je kunt opmerken in je lichaam, in je innerlijke ruimte. Welke emoties waaien door je lijf? En kun je zelfs op dat moment jezelf betrappen? Op de gewoonte om te denken, ik ben zo. Kun je dat vervangen door? Ah, daar trekt die emotie door mijn lichaam. En maak dat een verschil voor de situatie. Tot morgen.